Nooit meer honger. Goedkoop in overvloed. Bij bioboer Digny van Dries in Enst werd dit jaar voor de eerste keer het culinair muziektheater gehouden. Het is een initiatief van de Pioniers van de Toekomst. De Pioniers van de Toekomst, dat is een stichting die de duurzaamheid in deze polder wil bevorderen, wil aanjagen. Het gaat onder andere om voedsel, voedselproductie, energie. De 90 bezoekers kregen na het eerste stuk theater soep geserveerd. Het bijzondere is dat bij dit diner het accent ligt op de lokale producten. Vervaardigd door restaurant Le Mirage in Emmeloord. Ze zijn begonnen net met een soep. Knolselderij, koolraap zit er doorheen. En oersap, dat op smaak gebracht met komijn, aardappelbrood en onkruidenboter. Heerlijk, heerlijk. Echt heel lekker. Erg lekker, met onkruidenboter zou je niet zeggen. Het is gewoon zoals kruidenboter hoort te smaken. Ja, ik vind het wel lekker. Dadelijk krijgen ze een hasselbak aardappel. Dat is een ingesneden aardappel met buikspek, allerlei groentes, een beetje tzatziki erbij. En dan het dessert is een havermout appeltaart met walnoten honingijs. Bioboer van Dries heeft al eerder bijzondere diners georganiseerd. Maar deze keer is er iets extra's bij. Tot nu toe hebben we diners op locatie gehad, waarbij mensen een fantastisch diner kregen. Maar dit keer hebben we er een theatervoorstelling bij geregeld. Theatermaker Tietja Bouwmeester heeft al vaker met het bijltje gehakt. Ik maak al mijn hele leven documentair locatietheater. Dus ik ga naar de plekken in de wereld toe waar dingen veranderen. En ik ben heel erg geïnteresseerd in de voedsel- en landbouwtransitie. En ik vind het belangrijk dat mensen weten wat ze eten. En dat ze bewust zijn waar boeren wakker van liggen. Wij geloven hierin. Als we allemaal gewoon wat dichterbij zouden eten en wat beter de buurt zouden kennen, dan wil je niet meer anders volgens mij. Grondproeven heet het stuk. Waar gaat het over? Het is een familieportret waarbij de ouders regulier boeren en ook geleerd hebben dat ze de wereld moeten voeden. En waarbij de kinderen eigenlijk hele andere keuzes gaan maken. Want dat familiebedrijf moet verduurzamen, de marges worden steeds kleiner en kan het uit. Gaan ze het volhouden en gaan de kinderen het wel of niet overnemen? En, hoe loopt het af? Ja, daarvoor moet je komen kijken natuurlijk. Daarvoor moet je komen kijken. Vanavond lukt dat niet meer, want de voorstelling is uitverkocht. Maar voor morgen zijn er nog kaartjes voor het culinair muziektheater bij Bio Romeo in Enst. We willen heel graag dat het gesprek ontstaat tussen de burger en de boeren. Uiteindelijk laten we wel wezen. We komen er niet verder mee dat we alleen maar de ene groep gaat protesteren en de andere het leidzaam ondergaat of andersom. Problemen los je op door met elkaar te gaan praten en inhoudelijk te praten. Veel boeren waren er niet gisteravond, maar de mensen die er waren staken er wel wat van op. Het mooie is hier, ze laten hier ook heel erg de kant van de boer zien, zeg maar. Je kent de boer als iets wat zat te protesteren op de snelweg, maar er zit ook gewoon een heel verhaal achter. En hier krijg je het op een leuke manier te horen. Nou, ik vind het heel knap dat ze dat zo brengen. Want het is wel nodig.